Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Gisteren heb ik niet gefilmd voor deze vlog. Dat zat in de vorige video. En het is ondertussen al dinsdagavond. Volgens mij is het 6:30 of zo. Maar ik heb 3 pakketjes die ik graag aan jullie wil laten zien. Eentje heb ik zelf gekocht. Dat is deze. Dit is van Alex Label. Hun sale was daar, zeg maar, begonnen hun zomer sale. Maar in hun zomercollectie hebben ze ook altijd hele leuke truien. Dus ik had er eentje gezien en besteld. Deze. Dat is namelijk een donkergrijze trui. Ze hadden hem ook in het wit. Maar ik dacht voor de zomer. Of voor de zomer. Voor de winter straks is donkergrijs misschien wel leuker. Dat is namelijk deze trui. En deze was normaal gesproken 100 euro. Volgens mij heb ik er nu 60 voor betaald. Inclusief verzenden, dacht ik. Of 65, zoiets. Maar die dus. En die heb ik in een maatje XS. En die heb ik gewoon op de website van Alex Label zelf besteld. En dan heb ik nog 2 dozen binnengekregen van Frankies bij FB. En die hebben hele leuke hoodies. Dus ik heb 2 dozen ervan ontvangen. Hun hoodies zijn nu ook in een soort nieuwe kwaliteit uitgebracht. Dus een soort nieuwe collectie. Er zijn ook andere kleurtjes bij volgens mij. Dus ik heb daar 2 truien van ontvangen. Als je de doos open doet, zie je als eerst deze roze trui. En ook een klein doosje. En er zitten oorbelletjes in en een kettingje volgens mij. Als eerst deze oorbellen. En die vind ik echt heel erg leuk. Van die grote loops zijn dat. Dit kettingje. Of het is een armbandje, dat weet ik niet eigenlijk. Nee, een kettingje. Dat is deze. En die vind ik ook heel erg mooi. En dan natuurlijk de trui. En dit is dus een van de nieuwe kleuren die ze dus volgens mij heeft. En dan is het gewoon een hele chille roze hoodie. En er staat hier Frankies op. En op de achterkant staat dat logo nog een keertje in het groot. En deze heb ik volgens mij in een maatje X. Of nee, in een S. Zodat hij lekker oversized valt. Ja, in een S is dit. Dus dat is die. En diezelfde hoodie heb ik dus ook in het wit. Tada! En er zit ook weer een kaartje bij. En ook weer een doosje. En in dit doosje zit ook iets heel erg leuks. Dat is namelijk zo'n soort schakelketting. Kijk even hoe leuk. Die ga ik gelijk omdoen. Nou, lukt me niet om om te doen, maar goed. En dan zit er dus ook nog diezelfde trui in het wit bij. En dat is deze. En er staat hier ook weer Frankies op. En op de achterkant ook weer heel groot dat logo. En deze heb ik dus ook, als het goed is, in een maatje S. Ja, dit is een beetje een blauwe ondertoon. Of het komt door het licht buiten. Dat kan ook. Maar dat zijn dus die. Die heb ik dus gekregen. En linkje van het Instagram account en de website zal ik even in de beschrijving zetten. En ik vind het echt heel erg leuk dat het van die dozen komt. Lizzie en Stacey komen zo meteen hierheen. Want dan gaan we Love Island kijken. We hebben die van gisteren alle 3 toevallig niet gezien. En om 8:30 komt er een nieuwe online. Dus gaan we eerst die van gisteren kijken. En dan die nieuwe. Maar dat vind ik dan niet erg. 4 tot 7. Nee. Kom eens eventjes. Het is vandaag woensdag en wij gaan eventjes wat spulletjes die zeg maar in dit huisje stonden, die wij hier niet hadden staan. Die gaan we eventjes naar de kelder van Mieuw's moeder toe brengen. Want dat staat nu bij mijn vader in de woonkamer. Daar wordt hij denk ik ook niet heel gelukkig van. Dus dat gaan we doen vanavond, eind van de middag. Ja, vanavond komt Dagmar. Dan gaan we samen eten. Ik hoop dat ze vis wil eten, want ik heb echt heel veel zin in kibbeling. Maar dat moet ik straks even vragen. En verder gaan we vandaag eigenlijk niet zo heel veel doen. Ik heb die nieuwe trui aan die ik gisteren liet zien. En ik doe mijn nieuwe schoenen erbij aan. Als deze vlog online komt, heb je nog 1 dag om mee te doen. Want ik geef dus deze schoenen weg via mijn Instagram. Je hebt de tijd tot en met woensdag. En deze vlog komt natuurlijk op dinsdag online. Dus ik zal het linkje van de winactie even in de beschrijving zetten als je nog mee wil doen. En als je nou een jongen bent en je vindt deze schoenen niet leuk, er zijn ook een ander paar te winnen. En dat is dan weer voor jongens, zeg maar. Dat zijn volgens mij de Jordans en dan de helemaal witte. Dus wij gaan nu eventjes die spulletjes doen. We rijden ook eventjes langs mijn moeder, want mijn moeder die had wasmiddel en allemaal dingen voor ons gehaald. Dus dat gaan we ook eventjes ophalen. Ik heb het nu al heet. Misschien is het niet een goed idee om het aan te trekken, maar oké. We zijn weer lekker thuis. Mieuw die is nu naar een vriend toe. Die gaat daar avond eten. Die had gevraagd of die daar kwam eten. En Dagmar die kwam vanavond ook toevallig hier eten. En Zoe appte net van, wat doe je vanavond? Dus Zoe komt ook gezellig. En we gaan lekker kibbeling eten. Met aardappeltjes en sla. Dus dat is echt heel erg lekker. We waren dus eerst naar mijn moeder gegaan. Want die had super lief allemaal dingen gehaald. Voor, voor de vaatwasser. Om schoon mee te maken voor de wasmachine. Hier, ik heb het al een beetje
neergezet. Ze had echt een hele tas met allemaal dingen gehaald. Met wasverzachter en voor in de wc. En dan, dit zijn van die blokken voor als je dan gaat wassen. Dit is dan voor gekleurde was. En dit is voor witte was. En ze had dan ook weer poeder gekocht. En ze had ook allemaal schoonmaakdingetjes voor, ja, gewoon de badkamer en zo. Kijk, kan ik ook even laten zien. Als je denkt, wat hoor ik? Dat is de vaatwasser, die staat aan. Maar ze had dus ook allemaal van die doekjes gekocht. Allemaal dingen voor vaatwasser, nog meer doekjes, hier ook nog wat. En in de lader onder had ze ook nog allemaal dingen gehaald. Alles reiniger, bleek. Dus ik kan morgen lekker het huisje gaan schoonmaken. Maar bij mijn vader was dus een pakketje van Chiquelle geleverd. Dus die hebben we ook eventjes opgehaald. Dus ik dacht, die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Want volgens mij zijn het echt hele leuke items. Dus ik ga jullie denk ik eventjes weer op de bank hier neerzetten. Of is dat niet chill? Ja, dit kan wel. Ik heb als goed ook een kortingscode van Chiquelle. Dus die zal ik in de beschrijving zetten met alle linkjes erbij. En ik mocht er 4 dingetjes uitzoeken. En het is allemaal lekker in hetzelfde kleurenthema. Lekker wit en beige. Ik weet, ik vind de laatste tijd wit en beige van zulke leuke en mooie kleurtjes. Misschien wel met dit witte item. Deze heb ik in een maatje XS. Dit is volgens mij een witte cropped trui. En ik vind de trui van Chiquelle aan de binnenkant echt mega lekker zacht. Ja, je ziet het waarschijnlijk niet. Het is wel een dunne trui dit, maar op zich vind ik het ook wel lekker. Dan heb ik een nieuwe beige joggingsbroek. Ik heb er al eentje van Stradivarius. Maar die begint nu wel een beetje te gaan rullen en een beetje lelijk te worden. En bij Chiquelle hadden ze dus een nieuwe. En dat is namelijk deze. Hij lijkt echt precies hetzelfde als die van de Stradivarius. Alleen deze is wel ietsje zachter nog. Mooi beige kleurtje. En deze heb ik ook in een maatje XS. Dus dat is die. Dan een heel simpel shirtje. Maar ik dacht, dit vind ik ook best wel leuk voor op mijn mom jeans of zo. En dan leuke schoenen eronder. Leuk jasje eroverheen. En dat is dit topje. Het is volgens mij een one size. Ja, dat is dit beige topje met zo'n heel mooi hoosje en een ripstofje. Hij heeft wel echt heel lange mouwen. Dus ik denk dat ik die wel moet opstropen. Maar kijk, hij heeft ook een heel erg mooi ripstofje. Hij is ook lekker dik. Dus dat is die. En dan als laatste heb ik nog een vestje uitgekozen. Wat nu echt een beetje helemaal hyped is. In een maat one size. En dat is dit beige vest. Met van die knoopjes aan de voorkant. Ik heb dus allemaal van die Zara bodies. En dat vind ik er heel leuk om dan onder te dragen. En deze had je volgens mij ook nog in andere kleurtjes. Maar ik vond die beige kleur wel echt heel erg mooi. Dus dat is deze. En ze hebben het echt heel erg snel verzonden volgens mij. Heb ik het gisteren of eergisteren doorgegeven, de items die ik wilde. En het is gewoon vandaag vanmorgen al binnengekomen. Dus dat is echt mega snel. Ik ga het ook even voor jullie gelijk aantrekken. En dan kunnen jullie gelijk zien hoe het staat. Ik hoop dat jullie dit een beetje kunnen zien. Maar dit is het eerste shirtje. En ik vind deze echt heel erg leuk. Hij valt wel wat korter. Mijn navel zit hier ongeveer. Maar op zich voor een mom jeans vind ik dat wel leuk. Of bij een beetje een hoge broek die uiteenlopend is. Ik heb nu wel echt een knalroze bralet eronder aan. Dus die schijnt wel een heel klein beetje door. Maar ik vind wel echt heel erg leuk deze. Dan die witte trui. Dat is altijd wat je om te hebben. Gewoon lekker voor met een kort broekje of zo voor 's avonds. Als pyjama zou ik dit dan eerder gebruiken. Ik zou dit niet zo aantrekken naar school. Daar vind ik hem iets te slomzig voor, denk ik. Ook deze schijnt wel weer een klein beetje door. Maar als je er gewoon zwarte BH of iets onder doet, dan zie je dat verder niet. Dit is echt van de 3 tops mijn favoriet. Ik vind dit echt een heel erg leuk vestje. Ik zou hem zelfs ook wel gewoon zonder body dragen. En dan gewoon zo half over je schouder heen op een leuke spijkerbroek of zo. Oh, deze vind ik echt heel erg leuk. Die kleur vind ik ook heel mooi. Love it. Dit is de joggingsbroek. En ik vind de lengte echt top. Ik ben dus maar 1,60. Voor de mensen die dat niet wisten. En hij is echt niet te lang. Ja, hij is een klein beetje te lang. Maar niet vervelend te lang. Ik hoef hem niet om te draaien of zo. Ik heb ook weer een felroze onderbroek aan. Precies dezelfde kleur als dit. En het schijnt een heel klein beetje door. Maar het valt op zich wel mee. Oeh, ik vind het echt heel erg leuk, dit broekje. Ik vind het op zich ook best wel grappig zo. Ik zou het niet zeg maar naar buiten zo dit dragen, maar gewoon lekker voor thuis. Ik vind het ook wel leuk zo op elkaar. Oh, ik dacht dat je die bril nog op had. Kijk, Ron, ik heb eten besteld. 2 lekkere broodjes van Boosty. Toen kregen we deze bril erbij. Het is vandaag vrijdag en ik ben deze week echt best wel een beetje slecht bezig of zo met vloggen. Ik vlog niet heel veel. Dus ik hoop dat ik dit weekend wat meer voor jullie kan filmen.
Maar ik was ook best wel veel bezig gewoon met school. En vandaag, vanmorgen echt 7:15 waren we hier weggegaan. Want Milan die Milan die werkt bij mijn oude huis in de buurt, zeg maar. En ik zou vandaag een keer erna gaan zoomen, maar we hebben dus maar één scooter. Dus ik had die eigenlijk niet nodig vandaag, maar ik moest wel daar in de buurt zijn bij mijn huis, zeg maar. Dus ik was vanmorgen heel vroeg met Miel meegereden, zodat ik dan in mijn moeders huis aan school kon. Wachten tot Keer kwam, tot ik haar nagels gedaan. En als Miel dan weer klaar was met werk, haalde hij mij weer op en dan ging ik weer naar ons eigen huisje. Maar ik was dus de camera vergeten. Maar dat is dus wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb aan school gezeten, ik heb Keer haar nagels gedaan. En tot nu toe is dat denk ik wel het mooiste setje die ik heb gezet. Ik was er wel blij mee. In ieder geval blijer dan de vorige keren. En toen zijn Miel en ik hier thuis gekomen. Hebben we lekker een filmpje gekeken. Hebben we McDonald's gehaald. Omdat ze het hier echt letterlijk 3 minuten vandaan. Hebben we dat lekker opgegeten. En Miel is nu naar vrienden toe. Met een soort van team uitje gingen ze met z'n allen wat drinken. Dus dat is gezellig. Maar die meiden gaan straks uit op het strand. En ik woon echt naast het strand nu met Miel in het nieuwe huisje. Dus dat is echt heel chill. Dus het duurde maar tot 12 uur. Dus misschien dat keer een dag, maar daarna nog eventjes hierheen komen. Gezellig. Gaan we nog eventjes hier zitten. Maar ik heb dus een paar nieuwe items gekregen. Een paar nieuwe kleding items. En ik dacht, ja, ik wil het wel nu laten zien. Maar misschien is het te donker. En we hebben hier verder ook niet feller licht dan dat het nu is. Dus ik hoop dat jullie het niet heel erg vinden. De pakketjes en zo, zeg maar, die ik krijg en bestel, dat wordt nog steeds bij mijn vader thuis bezorgd. Dus mijn vader stuurde vanmiddag een foto. Ik weet niet of je het kan zien. Met alle pakketjes die bezorgd waren. Dus die heb ik bij mijn vader al eventjes uitgepakt en in een tas gedaan. Zodat het makkelijker meenemen was hier naartoe. Ik weet dus niet wat er dus met mijn camera aan de hand is. Want laatst heeft iemand hem vast gehad en is er een beetje mee lopen kloten of zo. En nu stelt hij dus heel de tijd niet echt heel goed meer scherp, heb ik het idee. Maar goed. Als eerst heb ik een pakketje gekregen van Lounge. En dat is dus een heel erg mooi lingeriemerk. Maar hier komt een aparte video van. Dus dat ga ik nog niet laten zien. En dan heb ik nog een pakketje gekregen van Elise Store. Daar mocht ik 4 dingetjes uitzoeken. En heb ik ook een kortingscode voor. Dus die zal in de beschrijving staan. En die items ga ik even laten zien. Als allereerst een joggingsbroek weer. Ik weet dat ik ook al van Chiquelle deze week een joggingsbroek heb laten zien. Maar Rosa had deze dus. En hij stond zo mooi bij haar. Dus toen ik wat mocht uitzoeken, dacht ik, oké, die wil ik ook. Dit is in een maatje SM. Het is dus gewoon een beige joggingsbroek. Verder niet heel bijzonder of zo, maar wel echt mega leuk. Dus dat is die. Hij stond ook echt heel erg mooi bij Rosa. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan datzelfde joggingsbroekje, maar dan in het kort. Een paar video's geleden of zo verdeelde ik ook, had ik een kort broekje van de Zara van de Chiquelle had ik er eentje gekregen. En toen zei ik al, gewoon omdat ik zoveel thuis aan school zit, nu vind ik het gewoon lekker om van die joggingsbroekjes te dragen. Dus ik heb nu ook deze korte. Ook weer in zo'n mooie beige kleur. Dat vind ik echt heel erg leuk. En deze is dan wel ietsjes langer. Die komt ongeveer tot de helft van je bovenbeen. Maar dat steltje de laatste tijd vind ik ook weer heel erg leuk. Dus dat is die. En deze heb ik in een SM ook. Zo'n combinatiemaat. Dan heb ik nog een trui uitgekozen. Deze hadden ze ook in het zwart. Maar ik vond die beige wel heel erg mooi. En dat is deze trui. En bij de schouders heeft hij zeg maar dus een soort van extra stukje. Waardoor het een soort van schoudervulling lijkt. Echt heel erg lekker softje is het ook. Het is dus een beetje een gebreid truitje. Dus dat is die. En deze heb ik in een... Er staat TU. Ik heb geen idee wat het betekent. Ik denk een one size. Ja, volgens mij was dit een one size inderdaad. Dus dat is die. En dan als laatste heb ik een heel erg leuk jasje uitgezocht. En dat is namelijk deze beige met zwarte stippen erop. Ik weet niet waarom, maar ik vond hem zo leuk of zo. Ik heb hem in een maatje S, zodat hij lekker een beetje oversized valt. Ik dacht met een leuke flare broek eronder of zo. En een gave zwarte trui. Zo'n lekkere gebreide trui. Vind ik dit echt heel erg leuk. Dus dat is die. Dus met die items ben ik echt heel erg blij. En de kortingscode die staat in de beschrijving. Voor als je dus ook wat wilt bestellen. En de website en de linkjes ervan zal ik ook eventjes in de beschrijving zetten. Ik zat net eventjes video te kijken op de tv. Dus ik denk dat ik dat lekker verder ga doen. En gewoon eventjes lekker... Lekker avondje voor mezelf. Gewoon lekker Love Island. Ga kijken hoe laat is het. Oh, nog 3 minuten. En dan staat Love Island op Videoland. Dus daar ga ik even op wachten. En dan ga ik wat kijken.
Het is vandaag zaterdag. En volgens mij vertelde ik gisteren of zo in de vlog dat ik echt heel erg zat te kloten met mijn camera. Dat hij maar niet scherp wilde stellen. Maar volgens mij doet hij het nu weer. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Het is alweer zaterdagmiddag. Ik heb al lekker het huisvrouwtje lopen spelen. Lekker de was gegaan en opgehangen. En Mio en ik hebben dus een nieuwe serie ontdekt. Dat heet Voor Lijf, heet dat. Ik ga hier even neerzetten. Dat heet dus Voor Lijf. En het gaat dus over een man. Die had vroeger een club. En er werd dus drugs gehandeld in zijn club. Maar woont in Amerika. Dus dat is dan zeg maar levenslang kan je daarvoor krijgen. Maar hij wist daar verder. Hij had er verder niks mee te maken. Dus hij is eigenlijk onterecht opgepakt. En heeft daarvoor levenslang gekregen. En nu hij heeft ook een vrouw en een dochter. En zijn dochter is nu ondertussen al zo oud. Hij zit er nu 9 jaar. Dat die dochter ook zwanger is en zo. Dus hij wil. Hij is al heel erg lang aan het proberen om eruit te komen. En hij heeft nu dus zijn advocatenpapieren gehaald. En dan ja, gaat hij zeg maar andere mensen vrij pleiten. In de hoop dat hij zo meer te weten komt over zijn eigen zaak. En dan iets vindt over die zaak wat hem kan vrij pleiten. Omdat hij gewoon een soort van geneid is door de officier en zo. Dus ja, ik vind het echt een hele leuke serie. Staat op Videoland staat hij. Mio en ik gaan vanavond lekker samen uit eten voor een samenwerking. Ik had een bericht gekregen van een meisje die ik kende. Die doet zeg maar een beetje mensen uitnodigen om bij de restaurantjes te komen eten. Zij had mij ook uitgenodigd en mocht ik iemand meenemen. Eerst zou ik met Rosa gaan, maar Rosa is ook uitgenodigd. Dus Rosa en ik gaan van de week samen en dan neem ik Mio zeg maar mee. Dus ik ga me daar alvast een beetje voor klaarmaken. Ik heb gisteravond mijn haar gewassen. Dus ik ga mijn haar nu stylen. Met deze stijlsel doe ik dat. Ik had hem toen een keertje in zo'n box gekregen. Een jaar geleden ongeveer. Maar ik vind hem zo fijn. Het is de Max Pro Reis stijlsel. Hij is echt heel erg fijn. En ik krijg dus heel erg vaak de vraag of ik een update wil geven over de keratinebehandeling. Die ik eind maart heb gedaan. Voor de mensen die dat niet weten. Ik heb van mezelf dus echt heel erg veel krullen. Maar eind maart heb ik dus bij Julia een keratinebehandeling laten doen. En dat houdt in dat je haar zeg maar stijl wordt voor ongeveer 6 maanden. Nou, we zijn nu ongeveer 6 maanden verder. Eind september is het 6 maanden geleden. En ik zal even laten zien hoe mijn haar er nu uitziet. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik heb het laten opdrogen in de staart. Dus vandaar dat dit ook allemaal stijl is. Maar mijn uitgroei zit ongeveer tot hier. Dus tot hier heb ik een beetje mijn eigen krullen. En de rest is gewoon wel zoals het zeg maar ja, is. Dus ja, dat is nu zo. En ik ben er nog steeds echt heel erg blij mee. Maar omdat mijn eigen haar natuurlijk gewoon best wel een stuk verder is gegroeid. Dat komt ongeveer nu tot hier. Dat is gewoon weer mijn eigen krul. Dus 30 september, als het goed is, heb ik weer een afspraak bij Julia. Ze is gestopt zeg maar met kapper zijn. Dus dat was super lief natuurlijk dat ze voor mij nog wel een keertje een uitzondering wilde maken. Dus dat ga ik 30 september doen. En ja, dus ik ben er eigenlijk nog steeds echt heel erg blij mee. Maar ja, Julia doet het dus niet meer. Dus als zij er echt helemaal mee stopt, als ze ook de spullen en zo er niet voor heeft, moet ik iemand anders gaan zoeken die dat kan doen. Maar voor nu kan ik gelukkig 30 september nog bij Julia terecht. Dus. Dus ja, ik ga eventjes mijn haar stylen. Even make-upje opdoen, alvast een beetje. En even kijken wat ik aan ga trekken ook, want ik heb echt geen idee. Ik heb wel zin om eventjes wat leuks aan te trekken eigenlijk. Stel dat ik het eventjes opwarmen. En ik ga ondertussen eventjes een video of zoek op Videoland of zo, wat ik eventjes kan kijken. Doe ik echt altijd als ik mijn haar ga stijlen, doe ik altijd ondertussen een video aanzetten. Als ik mijn haar stijl, dan doe ik altijd de helft opsteken. Zeg maar met mijn krullen deed ik het echt in 5 lagen opsteken. Omdat ja, ik wilde gewoon ieder prikje natuurlijk helemaal stijl hebben. Maar op zich is mijn haar nu al best wel stijl. Dus dan steek ik alleen eventjes zo de bovenkant op. En dan als de onderkant klaar is, ga ik verder met de bovenkant. Heb ik me klaargemaakt. Ik heb eventjes mijn haar dus een beetje gesteld en make-up op gedaan. En mijn sieraden omgedaan. Deze ketting is trouwens die ene van Frankie's bij FB die ik aan het begin van deze video liet zien. Ik krijg de laatste tijd best wel vaak de vraag waar mijn sieraden voor zijn. Dus ik dacht, dat vertel ik eventjes. Even kijken,
Deze is van Lovelings. Die tweede is van Ananina. En die laatste is ook van Ananina. Dan dit oor. Er zitten weer andere. Die eerste en die tweede zijn van Bynouk. Dat stengeltje ding is weer van Ananina. En dat knopje hier is ook van Ananina. En mijn ringen. Deze zegelachtige ring is van Mimoneda. Deze weet ik niet meer. Volgens mij van mijn jewelry. En deze die ik om heb is van Lot. En deze armbandjes zijn van die met de blauwe hartjes van Tiffany & Co. Die gouden en die turquoise is van bij Shure. En dat hele kleine andere zilveren dingetje wat ertussen zit. Ik weet niet of jullie hem zien. Die is van een boutique hier ergens in Den Haag. En mijn kettingje dus van Frankie's bij FB. Ik weet nog niet wat ik vanavond aantrek met uit eten. Maar dat zie ik straks wel. Hoef toch nog niet weg. Volgens mij is het er gereserveerd om 7 uur. Maar ik moet dan tevoren nog eventjes bij Linus steeds wat afgooien. Ik heb een nagelcursus natuurlijk gevolgd. En zij volgt die nu ook. Dus ik moet eventjes wat lang brengen daarvoor. En ik zie dat mijn camera knippert. Dus die ga ik eventjes in de oplader doen. Het is vandaag zondag. En zoals jullie misschien wel kunnen zien, ben ik bij mijn moeder in de nagelkamer. Mijn moeder is er alleen niet. Die is met mijn oma naar de stad. Zoe komt zo meteen hierheen. Want ik ga er dus nagels doen. Ze komt rond 12 uur. Het is nu 11:30 ongeveer. En ik moet vandaag ook nog een verslag schrijven en inleveren. Of nou, ik moet hem vannacht zeg maar ingeleverd hebben. Dus ik denk dat ik daar alvast eventjes naar ga kijken. Ik heb toch nog een half uurtje. En het verslag hoeft maar een half A4'tje te zijn. Dus ik ga er eventjes naar kijken wat ik nou precies allemaal moet doen en zo. Gisteren hebben we trouwens echt super lekker gegeten bij Pavlov. We waren daar dus voor uitgenodigd om daar te komen eten. Was echt heel erg lekker. En daarna hebben we lekker nog een serietje gekeken. We zijn dus een serie voor live aan het kijken op Videoland. Echt een aanrader. Miel is nu lekker op de voetbal. Ik ben lekker hier. En dan straks hou ik hem weer op. En dan gaan we weer samen naar huis. En er was dus bij mijn vader nog een pakketje bezorgd. Dus die heb ik ook eventjes opgehaald. Dus ik wil eventjes laten zien. Ik had dit dus gezien bij Stace. Die had dit verkocht in Spanje. Hij zat hem toen aan toen we laat uit eten gingen. Ik vond het zo leuk. Dat ik dacht, ik bestel hem ook. Dat is namelijk deze oversized spijkerblouse. Maar als je hem dan zo'n beetje leuk in een broek zo poft, vind ik dit echt heel erg leuk. Met een mooie tas erbij of zo. Dus dat is die. En deze was 30 euro. En daar is dat de productiecode van. Dus dat is die. Dus die heb ik eventjes bij mijn vader opgehaald. Er wordt van de week ook echt een mega pakket van Shein bij mijn vader bezorgd. Dus ik hoop niet dat hij dat erg vindt. Maar de reden dat we iedere keer pakketjes bij mijn vader laten bezorgen is omdat wij dachten dat wij geen bel hadden, zeg maar. We wonen in een soort van portiek. Dus we zijn dan nummer bla bla bla. Maar je hebt dan A, B, C, D. En wij zijn dan A, zeg maar. Maar bij A zat er geen bel, dachten wij. Zeg maar, dat knopje die was weg. Dus wij dachten, ja, we hebben geen bel, kunnen daar niks laten bezorgen en zo. Maar toen gisteren werd er opeens bij ons aangebeld. En toen dachten we, hè, maar wij hadden toch geen bel? Dus nu blijkt, wij dachten dat A de bovenste was. Want je gaat gewoon van boven naar beneden, dachten wij. Maar onder is dus A, dus we hebben dus wel een bel. Dus vanaf nu kunnen we dus wel pakketjes laten bezorgen bij ons. Dus dat is wel fijn. Moet je gewoon eventjes een stickertje erop plakken dat dat A is. Want er staat niet bij welke cijfertjes of lettertjes, zeg maar. Het is maandag vandaag en ik ga deze dag nog eventjes bij deze vlog erbij doen, omdat ik... Oh, ik ga hier eventjes neerzetten op mijn waterfles. Omdat ik deze week gewoon niet zo heel erg veel heb gefilmd. Ik was gewoon vooral best wel veel bezig met school. En een beetje de laatste dingetjes in het huis doen en zo. Ik vind school gewoon best wel een soort van lastig om nog alles in te delen. Van wanneer doe ik wat. We hebben over 2 weken ons eerste tentamen al. Daar zit ik me ook echt dood voor te stressen. Ik heb net wel een samenvatting gekocht op Stuvia. Daar had ik dus als tip van Oosje gekregen. Dat je daar je samenvatting kan kopen. En dat dat echt je leven redt. Dus die heb ik net gekocht. 33 pagina's. Dus mijn vader die gaat die als het goed is op zijn werk voor mij uitprinten. Ik vind het een beetje zonde om 33 pagina's hier thuis uit te printen. Als het ook om mijn vaders werk kan. Ik ga deze week een beetje beginnen met voor te bereiden en zo. Volgende week ga ik wel echt, of in de volgende week vlog, komende week ga ik wel leuke dingen doen. Morgen ga ik als het goed is met Miu naar het strand. Want het wordt echt best wel lekker weer.
Ik weet niet of we daar echt in bikini en alles gaan zitten. Maar woensdagavond ga ik lekker met Roos uit eten. Dus dat is ook heel gezellig. Overdag gaan we dan ook nog eventjes een fotootje maken volgens mij. Vrijdag ga ik foto's maken met Lindsay en Stacey. En gaan we Love Island kijken. En wat ging ik nou nog meer doen deze week? Oh ja, zaterdag ga ik met Rowan naar de Colorful Rebel Sample Sale. Ga ik mee met haar moeder en haar zusje en dan Ro. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus ik hoop dat volgende week vlog wel ietsjes boeiender wordt. En niet alleen maar hier binnen is. Want ik ben eigenlijk afgelopen week alleen maar binnen geweest. Wel heb ik eventjes lekker een ontbijtje voor mezelf gemaakt. Dus dat ga ik lekker opeten. En ondertussen goede tijden kijken. En dan ga ik daarna beginnen aan school. En ja, verder met de rest van de dag.